vind ik het ergste. Ik kom hier stemmen omdat ik ook het bejaardentehuis wil steunen, dat het open kan blijven. Daar maken we ons hard voor met z'n allen vandaag. Is dat het enige wat moet gebeuren hier in de gemeente of zijn er meer kwesties? Ja, er zijn zeker meer kwesties. In Zwanenburg hebben we wel wat problemen die opgelost moeten worden. Dus ja, we gaan het proberen. Wat vindt u dat de gemeente hier zou moeten aanpakken? Nou, eigen hart, hè. In eerste instantie. Want ik ben zelf 88 en ik ben er ook wel eigenlijk aan toe. Ik verzorg mijn vrouw al 25 jaar als mantelzorger. Dus... Heeft u zich laten beïnvloeden, uw stem, door wat hier gebeurt en moet gebeuren? Jazeker. Zeker weten. En mag ik weten wat het wordt? Ja, hap. Ja, dat lijkt me wel heel gunstig voor Zwanenburg. Ja, echt een lokale partij, hè? Ja, juist, daarom. Die grootheden hoef je niet te stemmen, want die doen toch geen donder.